Vraag je je af of de Private Perfection pedicure bij mama oma iets voor jou zou zijn? Wel, laat me even uitleggen wat zo'n les exact inhoudt en wat je hiervan kunt verwachten. Het is een privéles, dat wil zeggen dat de les 1-op-1 gegeven wordt tussen de leerkracht en de leerling. Dus dat maakt het een zeer intensieve les en daardoor duurt het ook maar 1 dag. De les start om 9:30 in de ochtend en duurt ongeveer tot 16:00 in de namiddag. Dat 16:00 dat kan nog een beetje uitlopen of het kan ook vroeger eindigen, afhankelijk van jouw eigen tempo. Het is een zeer praktijkgerichte dag, waardoor dat de nadruk volledig op het esthetische gedeelte van pedicure ligt en niet medische pedicure. Er zijn 2 lesprogramma's waaruit je kan kiezen. Enerzijds hebben we de beginnerslesprogramma en anderzijds de gevorderde. Dus laten we eventjes overlopen wat een beginnersprogramma inhoudt. In de voormiddag starten we met een model waarop dat er een manicure van de nagelriemen zal uitgevoerd worden. Het leren proper maken van de teennagels en verwijderen van eelt. Na de lunch komt er een tweede model. Op het tweede model zullen we opnieuw het herhalen van het schoonmaken van de teennagels en de nagelriemen. En we gaan daarbij afwerken met gel polish, waarbij we vooral aandacht gaan leggen bij het strak lakken en dicht met de nagelriemen lakken. En mooi egaliseren en afwerken met topcoat, om die mooie foto's te kunnen maken. Bij de gevorderde lesprogramma starten we met een model in de voormiddag, waarbij dat we ook eerst aandacht zullen besteden aan het manicuren van de nagelriemen, het schoon en strak zetten van de vrije nagelboord en het verwijderen van eelt. Maar hier gaan we al meteen bij de eerste model productapplicatie uitvoeren, namelijk de gel polish applicatie, waarbij we ook aandacht zullen besteden aan het strak plakken van de gel polish dicht bij de nagelriemen, mooi egaliseren met topcoat. In de namiddag komt er een tweede model waarbij we opnieuw de teennagels en de nagelriemen gaan schoonmaken en voorbereiden op productapplicatie, maar hierbij gaan we afwerken al met BIAP. We gaan leren hoe dat je BIAP mooi kunt egaal aanbrengen op de teennagels, de exacte dikte, wat mag en wat niet mag met BIAP gedaan worden. En ook weer afwerken met topcoats voor achteraf ook een mooie fotootje van te kunnen maken. Over modellen gesproken. Wij kunnen altijd modellen voorzien, maar indien je zelf graag een model meebrengt, dat kan het ook zeker. Heb je een vriendin of een zus of een mama die mee wilt komen, is een keer wil komen kijken wat je wilt leren, dan kan het zeker. We hebben een model nodig om 9:30 in de ochtend en om 12:30 in de namiddag. Indien je eigen model wilt meebrengen, dan moet je dit ook aan ons laten weten per mail. Tijdens de les heb je alles tot uw beschikking van materialen, producten, de tools die nodig zijn van mijn mama zelf. Na de afloop van de les kan je al deze spulletjes bij ons aankopen in de winkel aan een studentenkorting. Indien je nu al nieuwsgierig bent en wilt kijken wat je allemaal nodig zou hebben voor pedicure te kunnen uitvoeren, dan kan je dit al bekijken via deze link. Indien je jezelf kan terugvinden in een van de vooropgestelde lesprogramma's, dan kan je overgaan tot het boeken van jouw les. Hoe doe je dat? Wel, scroll eerst even tussen de mogelijke datums. Kies de datum die voor jou past en die nog beschikbaar is. En ga over tot betalen. Aan de kassa ga je enkel en alleen een voorschot moeten betalen. En de restwaarde zal je ter plaatse tijdens de lesdag zelf hier afrekenen. Nadat je de betaling van je voorschot hebt afgerond, ontvang je meteen 2 mails van ons. Dus hou je mailbox goed in de gaten. De eerste mail is puur bevestiging van betaling. De tweede mail is heel belangrijk. Daar staat nog eens alles mooi samengevat wat je die dag zou te wachten staan. En ook nog eens de keuze tussen de 2 lesprogramma's. En wij verwachten van jou een bevestiging, een antwoord dus op die tweede mail. Waarin dat wij de keuze van de lesprogramma van jou moeten weten en ook de mededeling of dat je eigen modellen zal voorzien of dat wij de modellen van jou moeten voorzien. Deze mail kan ook soms per ongeluk in de spam of reclamebox terechtkomen, dus check daar ook. Moest je ook nog bijkomende vragen hebben, kan je ook in de antwoordmail naar ons toe deze vragen stellen. Uiteraard, na afloop van zo'n intensieve trainingsdag, ontvang je een mooi certificaat van Private Perfection van mijn mama. Wat verwachten wij van jou als beginnende pedicure-specialiste na het volgen van het beginnersprogramma? Wel, wij verwachten dat je elke dag voldoende tijd voorziet om in te oefenen wat je tijdens de les gezien en geleerd hebt. Al is het maar 1 voetje, maar het is belangrijk dat je elke dag oefent. En al snel ga je kunnen overgaan tot het ontvangen van betalende klanten, waarbij dat je een soft pedi zou kunnen uitvoeren, dus het schoonmaken van de voetjes zonder productapplicatie, of afwerken met een gelapplicatie.